Hallo allemaal, hier ben ik weer, Nicole van de Art Party, Kissen Art Party. Ik wou met jullie vandaag deze leuke katten maken in een boom, lekker romantisch, avondlichtje, maan. En dan leer ik je hoe je eigenlijk pasteltinten moet mengen, want dat is een fout die veel gemaakt wordt. Dus ik hoop dat jullie genieten. Je begint met een leeg vel, die plak je vast, gebruik ik altijd schilderstape voor. Dan krijg je direct zo'n mooi lijstje erlangs. Verder heb je nodig een gewone kwast en een wat dunner penseeltje. Je zet even wat water klaar. En verder heb je ook nog nodig wat wattips. Die maak je aan elkaar vast, ook met dat schilderstape. Je pakt een bordje met donkerblauwe verf, een ander kleurtje blauw en wit. Roze en wit en zwart. En dat is alles wat je nodig hebt. Dan begin je in het midden met eigenlijk een flinke klodder witte verf en dan zet je een cirkel. Belangrijk nu is dat je snel werkt, omdat je eigenlijk in het natte wit het blauw gaat mengen. Je blijft cirkeltjes draaien. Zet maar echt een grote witte cirkel op. En dan pak je zometeen, terwijl je nog wit aan je kwast hebt, een heel klein beetje blauw eraan. En je zult zien dat dat eigenlijk direct al een aardige felle kleur blauw gaat opleveren. En terwijl je het wit nog in je kwast hebt, probeer je om dat zo mooi mogelijk te mengen. Je blijft rondjes draaien. Je kunt nog een beetje van het blauw pakken. En je blijft weer die rondjes draaien. Terwijl je gewoon eigenlijk het wit gewoon aan je kwast laat zitten. Want daardoor kun je weer ook een beetje beter mengen. Dan ga je langzaam over naar de wat donkere blauw. Ik was weer mijn kwast niet. Ik pak gewoon blauw en ga het eromheen schilderen. Terwijl wit nog in mijn kwast zit, meng ik ook een beetje wit in dit blauw. Pak nog een klodder wit, zodat deze blauw iets zachter van kleur wordt. En probeer in die natte verf een mooie overgang te krijgen. Zodat de ene kleur langzaam overgaat in de andere. Gaat ook gewoon over het plakband heen. En nu gaan we over naar toch wel echt donkerblauw. Probeer die cirkel erin te houden. Dus probeer gewoon die rondingen mee te draaien. Acrylverf. Dit is de acrylverf van de Action. Droogt vrij snel op papier. En dat is wel handig, want zometeen gaan we natuurlijk er nog weer ook overheen schilderen. En blijf die cirkel draaien. Zorg dat je overal verf hebt zitten. En je kunt zien aan het glimmen waar het al wat droger is, waar niet. Nou, ik pak toch nog weer wat wit. Ik vind dat dit nog wel iets witter weer mag. Misschien wel met een beetje van die andere blauw. Want ik wil eigenlijk een mooie overgang krijgen. Nou, misschien dat je tussendoor toch heel even je kwasten schoon moet maken. En dat je weer wat echt wit pakt en dat er weer overheen zet. Dan niet te veel blijven poetsen. En als je te veel gaat, dan krijg je weer één kleur. Het mooiste vind ik ook wel is dat je ziet dat de kwaststreek erin blijft zitten. Dus blijf die rondjes draaien. Het hoeft ook niet super netjes, want het maakt juist wel dat het wat leuker wordt, vind ik. Nou, dan denk ik dat dit klaar is. Dan zet je de kwast even in het water en je pakt je dunnere penseel. En met die penseel maak ik vanuit het cirkel, probeer hem rechtop te houden, niet te hard te duwen, want dan kun je echt het puntje gebruiken om van die
mooie slierten te maken. En dat mag best sierlijk zijn. En zet ze her en der maar een paar neer. Altijd leuk. Ze mogen ook wel langer zijn. Wat jij mooi vindt. Ze mogen ook weer naar binnen. En dan kun je nog een laatste keer zo'n rondje cirkeltje maken. Dan maak je kwast schoon. En dan gaan we met zwart verder. En zwart boom, de boom zet je vanuit hierin. Je laat hem ook gewoon van je papier afvallen. En je probeert om één lange tak hier te maken. En ook dan probeer je eerst een soort van schets te maken. En die ga je verder uitwerken. Takjes aan de boomstam zelf altijd wat dikker. En hij loopt natuurlijk langzaam uit. De tak moet wel dik genoeg zijn om zometeen de katten te kunnen dragen. Hij wordt langzaam dunner. En aan de tak zitten natuurlijk weer andere takken die weer uitlopen. Ook hier kun je wat van die vliebels inzetten. Noem ik het altijd maar. Zodat het een tak wordt met meerdere takjes. Maar hou hier die ruimte vrij voor je katten. Nou, hierboven ook nog maak je ook nog een tak. Zodat het licht er echt achter valt. En hoe meer van die kleine takken je maakt, hoe mooier die eigenlijk wordt. Het hoeft niet super netjes, want je gaat daarna toch weer ook de bloemetjes eroverheen zetten. En ik zet ook hier nog even een soort van tak in de hoek. Zorg er even dat je hem goed uitwrijft, dat je geen dikke klodders hebt, zodat zometeen het zwart niet mengt met de andere takken. En dan gaan we de katten zetten. Voor de katten zet je eigenlijk, nou zie ik dat ik hier een takje heb gedaan, had ik niet moeten doen, maar dan maak ik dan wel de staart ervan, van de kat. Dan zet je hier een langwerpige cirkel. Dat is het lijf van de kat. Dan zet je er een andere naast. Want ze zitten met z'n tweeën, zitten ze op de tak. En de een mag best iets dikker zijn dan de andere. Ook deze krijgt een staart. Dan krijgt hij een hoofd. Gewoon een cirkeltje zetten. Met nog weer een cirkel hier. En voor je staartje, oortjes, maak je kleine driehoekjes op de hoofden. Nou, en eigenlijk is je kat er nou klaar. Nou, ze staan met z'n tweeën echt hartstikke leuk te kijken. Nou, dan denk ik dat we voor hier wel klaar zijn. Nou, dan heb je je wattip nodig. Ik kijk even of ik nog dikke klodders heb, anders gaat het met de witte verf zo meteen niet goed. Met de bloesem. Nou, de wattip. Ik begin vaak met het roze. En wat je dan doet is je stipt in de verf, maar je maakt hem eigenlijk dus weer platter. En dan zet je gewoon overal maar wat stippels neer. Gewoon daar waar jij denkt, dat is leuk, daar zitten bloemen. Probeer echt geen klodder te pakken, maar echt even weer de verf los te stempelen. Dat je echt de wattip, zeg maar, de cirkeltjes maakt. Ga je door met wit en je maakt hem niet schoon en je zet gewoon wit over de roze heen.
mooi willekeurig. Niet te lang bij nadenken. Vind je het te wit, dan doe je nog een beetje roze eroverheen. Alles is eigenlijk goed. Nou, en dan zijn we alweer bijna klaar. Een hele snelle opdracht die gewoon direct een onwijs gaaf effect geeft. Ik zet met witte verf nog even mijn handtekening in mijn schilderij. Want dat vind ik altijd leuk. Nou, het enige wat je nou nog moet doen is je kapband loshalen. Voorzichtig. En dan heb jij een fantastisch schilderij. En eigenlijk kan iedereen dit. Maar het ziet er direct geweldig uit. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie het wel leuk vonden en de volgende keer weer kijken. Groetjes!